Bijna vakantie toch voor heel veel mensen. Het lijkt me wel handig om je een aantal tips te geven die je helpen om je vakantie goed voor te bereiden. Want als je je vakantie ook goed plant op het werk, dan begin je niet aan met stress. En dat geeft uiteraard een boost. Lode Goderis is directeur kennis, informatie en research bij IDW. En die weet daar alles over. Goedemorgen, Lode. Goedemorgen, Alexander. Waarom is het zo belangrijk dat we vakantie nemen? Wel, vakantie is goed voor je gezondheid, voor je relatie, maar ook voor het werk. Het onderzoek blijkt dat mensen die nooit vakantie nemen, dat die eigenlijk een 30% verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld lopen van een hartinfarct. Ook voor je relatie is het nemen van vakantie heel belangrijk, want dan heb je wel wat meer tijd voor je partner en ook voor je kinderen. En ook voor het functioneren, de performantie op het werk, gaat er ook stevig op vooruit. Ik zie rondom mij, en zelf ben ik soms ook een stresskip, ik geef dat graag toe. Mensen die inderdaad nogal heel wat stress hebben op het werk vlak voor ze met vakantie vertrekken. Hoe komt dat? Wel, vaak willen we een aantal zaken afwerken. Hè. Grote projecten, zaken die we absoluut de deur uit willen voor we op vakantie vertrekken. En tegelijkertijd moeten we ook nog tal van voorbereiding treffen om op vakantie te vertrekken. Het huis moet netjes opgeruimd worden. De auto moet misschien volgepakt worden. En gepoetst, ja, gekuist. En gepoetst misschien, ja. En wat ook vaak is dat we relatief weinig tijd nemen tussen het afsluiten van het werk en het vertrekken op vakantie. Mensen dat daar dan iets verkeerd loopt, ja, dan bezorgt ons dat stress. Hoe kan ik dat vermijden, Lode? Wel, dat heet vakantiestress. Hè. We hebben stress om op vakantie te gaan. En daar zijn een aantal zaken die je kan gaan doen. En ik ga me even focussen op wat je kan gaan doen op het werk. En één aspect is voor eerst belangrijke afspraken maken met je collega's en je leidinggevende over je beschikbaarheid. En ook hoe zij jou kunnen bereiken tijdens vakantie. Als je goede afspraken gemaakt hebt, ja, dan kan je ook aangeven, bijvoorbeeld in je out-of-office bericht, bij wie mensen die je contacteren met de vraag ze terecht kunnen om die vraag te beantwoorden. En dat zorgt al dat voor een stuk een deel van de vragen die per mail doorgestuurd worden, al zullen opgelost worden door een andere collega. Twee, ja, waarom is het belangrijk om afspraken te maken over de bereikbaarheid en beschikbaarheid, is omdat we toch zien dat heel veel mensen op een of andere manier toch nog bezig zijn met het werk tijdens hun vakantie. En terwijl dat eigenlijk net belangrijk is om te kunnen deconnecteren. En dus als je daar geen goede afspraken hebt over gemaakt, ja, dan blijf je toch in je achterhoofd met misschien die vollopende mailbox die je dan gaat moeten opkuisen of aanpakken van zodra je terugkomt. En die dan misschien, ja, het vakantiegevoel heel snel doet verdwijnen en omzetten in vakantieblues. Ja, maar we willen natuurlijk zo snel mogelijk in vakantiemodus komen. Wel, ik raad eigenlijk aan om mensen om aan te kondigen dat je op vakantie gaat. Hè. Bij collega's, dat is ook fijn. Hè. Daar kan je er eens over praten. Dat zal het gevoel wat oproepen. En ook een goede tip daar is eigenlijk al om je out of office al een weekje, een drietal dagen voordat je vertrekt op verlof, dat ook al op te zetten met de melding van oké, ik ga die dag op vakantie en ik zal je mail niet meer kunnen beantwoorden. En sommige mensen gaan daar heel erg ver in. Hè? Zeggen zelfs dat de mails naar de prullenbak gaan, hè? Tijdens de vakantie. Ja, dat is een advies die ik zelf gegeven heb ook. En ik zelf zal toepassen. En waarom doe ik dat? Wel, eigenlijk wil vermijden dat ik enerzijds de neiging heb om te kijken. En dus in die zin heb ik mijn programma geprogrammeerd dat die mails in de prullenbak gaan. Om ook te vermijden als ik terugkom, dat de eerste dag geconfronteerd wordt met duizenden mails. Ja. Dan is mijn vakantiegevoel heel snel over en ik ook direct weg. En dat is ook hetgeen wat dat mensen aangeven. Hè. Ongeveer 40% van de werknemers geeft eigenlijk aan stress te ervaren na de vakantie, hè, om terug te keren naar het werk. En natuurlijk, dat is niet de bedoeling van uw vakantie. Nu, voor mensen die dan toch niet kunnen laten om mails te checken, en soms is dat ook nodig, is daar toch wel het advies om het checken van mails te beperken tot 1 uurtje per dag. Liefst op een vast moment ook, dat je ook hebt afgestemd met je collega's, maar ook hebt afgestemd met je familie. Vakantie moet vakantie zijn, dus we moeten durven loslaten. En dat gaan we ook doen. En ik hoop dan ook dat iedereen die dit gehoord heeft, je tips opvolgt, Lode.
Ik hoop het voor iedereen en ik wens iedereen een zeer goede vakantie toe. Voor jou ook. Voor u ook. Tot later. Bye bye.